balans, strekking, rechtop, center, een klok, slepen, verplaatsing, uitdraai van voet, de bekken. Etnische beweging. Hoezo denk ik dat opeens? Ja, ze doet iets anders met haar armen, een ander ritme, een andere buiging, een ander soort attack. Voor heel even een andere attitude. Strekking. Strekking van de benen, strekking van de rug. Ze rolt de rug meerdere keren voor mijn neus. Doen ze dat dan bij ballet? Tot nu toe viel me op dat de ruggenwervel eigenlijk best vaak recht was. En vooral de armen, de benen het elegante werk doen. Tot nu toe laat het me denken aan het leven. De rechte rug als symbool voor de benodigde doorzettingsvermogen. Ja, de balans tussen de mensen. Wie leidt wie? Wie steunt op wie? Ze hebben elkaar nodig om verder te kunnen. De verdraaiingen doen me denken aan de moeilijke obstakels in het leven. Rugrecht en weer door. Zonder de een geen ander.